kabinet Rutte moet bezuinigen. En dat betekent ook dat het hoger onderwijs het moet ontgelden. Vorig jaar gingen studenten massaal de straat op om te protesteren tegen deze bezuinigingen. Vandaag is Nijmegen aan de beurt. We are young, we are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool, we are free. Waarom ben je hier vandaag? Om te demonstreren tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs. Die tekst die even uit je hoofd leren. Ja, ze zijn zo moeilijk, die teksten. Ja, alles op het laatste moment, hè, zoals het altijd gaat bij studenten. Ah, is dat misschien niet het probleem waar het nu over gaat? Het is niet het probleem. Het probleem is natuurlijk dat wij gewoon gekort worden door de overheid. We verliezen gewoon onze basisbeurs. We zijn boos. Waarom ben je boos? Ja, omdat we gewoon ons geld willen. Dat we gewoon die jaarbeurs. We willen onze geld gewoon, daar moeten ze niet aan komen. Ja, ik denk niet dat er iets bereikt gaat worden vandaag, als ik dat zo mag zeggen. Maar... Er zijn in Nederland heel veel mensen die erg veel geld hebben. En die erg veel geld mogen houden. En ik zou zeggen, als er ergens geld vandaan moet komen, haal het daar dan maar. No, gewoon een megafoon gepakt en denk ik ga er gewoon doorheen blaren. Ja, tuurlijk. Het is toch achterlijk dat je dit soort, dat je dit accepteert, het braafheid. Ja? Mensen, zijn we er op tegen! Waarom steunt de accu deze protesten? Ja, omdat we niet eens zijn met deze bezuinigingsmaatregelen. Het is belachelijk dat er bezuinigd wordt op studenten die toch de toekomst van Nederland zijn. Er wordt bot bezuinigd, daar zijn wij tegen. De langstudeerboete zijn wij tegen. Afschaffen van de basisbeurs zonder goed alternatief, daar zijn wij ook tegen. En dat... Wat is dan wel een goed alternatief? Wij vinden het studieloon een heel goed alternatief. Daarmee geef je studenten een beurs van ongeveer 800 euro per maand. En dan gaan ze een academische tax, dus een belasting betalen als ze een baan krijgen. Waarom vindt u het belangrijk om hier aanwezig te zijn vandaag? Omdat ik de studenten wil steunen in hun strijd voor goed onderwijs. En als je kijkt naar het beleid van Halbe Zijlstra, dan zie je dat hij het hoger onderwijs systematisch afbreekt. En hoge drempels opwerpt voor studenten. Studiefinanciering wordt afgeschaft, collegegeld wordt hoger, studieboete als je iets uitloopt op je studie. Nou ja, het wordt alleen maar zwaarder erop, terwijl je juist moet investeren. Als de SP aan de macht komt, dan komt er geen sociaal leenstelsel. Nee, wij doen niet aan een asociaal schuldenstelsel, want dat is eigenlijk wat je bedoelt. Hè? Sociaal leenstelsel is natuurlijk een eufemisme. Ja. De protesten zitten erop, de studenten gaan naar huis en nu is het alleen nog maar wachten of het kabinet hier gehoor aan geeft.